We zijn hier vandaag op cursus van de NLPO, televisieverslaggeving. En Martijn Bink is onze cursusleider. En hij geeft heel veel informatie over interviews, interviewtechnieken. En ook over eventueel filmen en montage. Wat we hier vandaag proberen te doen is eigenlijk alles waar ik tegenaan loop in de dagelijkse praktijk bij de NOS probeer ik hier over te brengen aan de collega's van de lokale omroepen. We hebben het over itemopbouw, we hebben het wat doe je als je een reportage gaat draaien, we hebben het over interviewtechnieken. Eigenlijk alles waar ik in de dagelijkse praktijk tegenaan loop, daar hebben we het hier vandaag over. Het is belangrijk dat de NLPO deze dag organiseert, want ze is een verbindende factor tussen de lokale omroepen, ook nog een stukje naar de regionale omroepen en natuurlijk naar de landelijke omroepen. Soms is het, je hebt een vraag in gedachten en het om op die manier in één keer soepel eruit te laten komen zonder haperingen, dat is dan toch een manier dat je zegt van die moet ik eventjes uit mijn hoofd leren. En dat zei Martijn ook, die zegt van soms ben ik onderweg al bezig om de formulering van de vraag gewoon helemaal strak te hebben. Wat heel leuk is om te zien is dat die mensen hebben allemaal verschillende ervaringen. We komen uit verschillende organisaties, de ene wat professioneler dan de ander. Maar waar het in de basis op neerkomt is dat ze natuurlijk allemaal verhalen willen vertellen met beeld of met audio. Ja, en dat is eigenlijk op alle niveaus hetzelfde. En dat is heel inspirerend om daar met elkaar over te praten.